kijkers en luisteraars, sabi srotagant, sabi sunewaluluk, sabi ko pranam, sadar sanamaskar. Wij zijn vandaag hier ten huize van onze eerwaarde pandit Prashant Jagbandhan. Mijn naam is Amrita Baiju, secretaris van Stichting Organisatie Hindu Media, Seva Karna Hamara Dharma Heer. We zijn vandaag hier ten huize van pandit Prashant Jagbandhan en we zullen vandaag hebben over Pieter Baksh. En we zijn ten huize van pandit. Onze pandit, onze eerwaarde pandit Prashant Jagbandhan heb ik hier naast mij. Pandit, als u wilt zichzelf voorstellen. Namaskar. आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार अभिवादन करते हुए मेरा नाम है प्रशांत जगबंधन एन एतस एयर फॉर मी ओम फंडा फॉर यू अनवीसक्त से ओम इतेज बेम द हैव ओम इंफॉर्मेशन द गिव ओम ट्रेन पितृ पक्ष. Volgens de Hindu kalender hebben wij ook Pitripaksh staan. En dat is dan heel erg belangrijk om te weten wat dat zou moeten inhouden. En daarvoor heb ik onze geestelijke, onze eerwaarde, onze panditji, Prashant Jagbandhan benaderd. Die ons gaat vertellen wat zo een divas inhoudt. Ji, Pitripaksh is een heel belangrijke periode binnen de Sanatan Dharma of voor ons Hindu allemaal. Jaise hum jante hain, Surya die gaat na een maand op een andere rashi. Er zijn in totaal 12 rashis die wij kennen. En elk maand gaat de Surya van de ene rashi naar de andere rashi. Op het moment wanneer Surya de Kanya rashi bereikt heeft, ja, of op de Kanya rashi staat, en dat is altijd in de maand Ashwin, de Pitrapak of de Pitrapaksh, valt altijd in de maand Ashwin, Krishnapaksh. Krishnapaksh wil zeggen de donkere maandhelft. Nu gaat u zien dat de volle maan dagelijks met een kala zal afnemen. Dagelijks met een stip zal afnemen tot de laatste dag, tot de na 15 dagen of 14 dagen, totdat je niks meer zal zien en dat is de Amavas. En na de Amavas zal de man weer dagelijks met een stap, met een kala, toenemen tot het einde. Totdat hij een volle maan, tot hij weer een maan, een volledige maan vormt. Net zo, deze 15 dagen van de Ashwin maand, Krishna Paksh, wordt de Pitra Paksh genoemd. En dat is heel belangrijk voor ons Hindoes. Gedurende deze dagen herdenken wij onze voorouders, onze Pieter allemaal. Wij zijn dan in de gelegenheid gesteld om hun te herdenken op welk wijze dan ook. Jis prakar se bhi, tarpan se, shraad se. U kunt het in het klein doen, u kunt het uitgebreid doen, u kunt het in een eentje doen, u kunt het door middel van een pandit de rituelen verrichten. Dus het hangt persoonlijk van de persoon zelf af hoe hij vorming of wending wil geven aan de Pitripaksh. Maar het is wel zeker een periode van plusminus 15 dagen tot 14 dagen. Het hangt van de titis af, van de nakshatras af, van de maanstanden af, van hoe de dagen in elkaar zitten. Daarom dat ik zei 14 tot 15 dagen zo een paksh kan duren. Een paksh bestaat normaliter uit 15 dagen. 15 donkere dagen en 15 lichte dagen. Tikke Shukla Paksh, Krishna Paksh. En wanneer de Shukla Paksh nadert of begint, dan is er Navratan. Maar voor de tweede Navratan hoor. En ervoor heb je de Krishna Paksh en dat is de periode van de Pieters. De 15 dagen periode van de Pieters. Het kan jaarlijks verschillen. Soms zit u 13, soms 14, soms 15. Soms kan het 15,5 dag zijn. Tegen? Dus het hangt, het kan jaarlijks verschillen. Het hangt af van de titi en de nakshatras. Gedurende deze periode is het belangrijk dat wij als mensen onze pieters gaan vereren. Want wij zijn allemaal afkomstig van onze pieters.
Als ons pieters, als ons voorouders er niet zouden zijn, zouden wij vandaag ook niet aanwezig zijn. Het is een dankdienst naar hun toe van waar u ook mag zijn, in welk vorm u ook mag zijn, ja, dat wij u vereren, u in gedachten hebben en hetgeen wat wij bij ons hebben aan u offeren. Dat is in het kort Pieter Pax. Pieter Pax, dankjewel, eerwaarde. U had over Titi, zou u mij kunnen vertellen wat dat is? En die ratie, wat u zei, elke maand, 12 raties zijn er. Ja. Zou u mij ook kunnen vertellen wat dat inhoudt? Bijvoorbeeld, als we dagbladen kijken, we gaan het simpel houden, dagbladen, dan zien we soms raam, leeuw, weegschaal. Okay. Net zo hebben wij binnen de Hindoes ook ras. Diezelfde namen, termen komen bij ons ook voor. En dat zijn dan rasjes. Daar hebben we Kanya rasje, Mesh rasje, Singh rasje, noem maar op 12 rasjes. Net hoe je die 12 horoscopen hebt, die we in Times of Dagblad lezen. Yeah. Net zo hebben wij bij ons ook rasjes. En elk maand schuift de zon van de ene rasje naar de andere rasje. Misschien kunt u zich herinneren, in de maand januari, plus minus 12, 14 januari daar in de buurt, is een Makkersankranti. Ja, Makkersankranti. Daar vindt er weer een verschuiving plaats. De zon komt van de ene rasje naar de andere rasje. Maar dat hebben we maandelijks. Okay. Dat hebben we maandelijks. En binnen Pieter Pax, dan komt de zon op de Kanya rasje. De Kanya kun je zeggen, dat is, dat noemt men macht. Macht. Viervol. Ja. Tja, dankjewel, Pandit, voor de mooie uitleg. Ik heb zoals u vertelde, dat er dan een aantal dagen dat er wordt herdacht, de Pieter Pax. En mijn vraag is in deze, is het de bedoeling dat wanneer je deze zo'n gelegenheid gaat herdenken, een aantal dagen dat er wordt herdacht, betekent het dat er dan elke dag puja moet worden gedaan? Zijn er voor elke dag dat er een puja wordt gedaan in verband hiermede, dat er dan ook diverse mantras of elke dag een ander mantra of een andere puja wordt verricht? Dat wil ik ook even weten. Oké. Okay. Puja is een term dat heel ruim is. Je kunt hem niet specifiek richten naar iets speciaals. Je kunt het verdelen in verschillende dingen. Grishanti, dat behoort ook tot een puja. Thiek. Een Moeran Sanskar, dat behoort ook tot een puja. Een Pitri Shraddha behoort ook tot een puja. En in de Pieter Pak periode, daar doen wij dan pujas om ons voorouders te vereren. Maar daar zijn de handelingen dan weer heel anders. Onze handelingen zijn daar heel anders. Een heel concreet voorbeeld is, daar wordt er Til Anjali gegeven. Dat is een vorm van puja. Uska matlab het Til. Dat kent u, sesamzaad. Sesamzaad, zwarte sesamzaad die gebruikt wordt. Ja. Tegenwoordig consumeren we het ook op bollen, maar dan gebruiken we die witte. Oh. Ja toch? Sesamzaad. Op bollen, yes. Ja. En de zwarte sesamzaad in het teel. Zetten we meestal water, de sesamzaad, suiker, ghee, honing, noem maar op. Mm-hmm. De rest van de spullen. En dat wordt dan geofferd door middel van het reciteren van mantra. Thiek? Daarvoor zijn er speciale mantras die gebruikt worden. De Sanatan Dharma, alleen de Karmakan, de hoofdstuk van de Karmakan, bestaat alleen uit 80.000 mantras. Dat is maar één deel van de weet, van ons heilige geschrift, van het weet. 80.000 mantras. Dan kunt u zich voorstellen hoeveel mantras er niet zijn voor een bepaald soort handeling. We zijn heel, heel, heel ruim. Ik zou zeggen, een leven is niet genoeg om dit alles te kennen. Van de Sanatan Dharma. Daarom zegt men altijd, ki sada bhava sanatana. Dat betekent, ki Sanatan Dharma tha, hai aur hega. En binnen de Sanatan Dharma is er voor elk handeling een speciale mantra. Een speciale shlok voor elke gelegenheid. Dus daarom is het heel ruim. En terugkomend op de Shraddha. De Shraddha is ook ruim. Ik heb net gesproken over de Til Anjali. Het offeren van water.
Maar het kan ook dat de Yajman zegt, nee Panditji, ik wil het uitgebreid doen. Ik wil het door middel van pindadan doen. En dat noemt men parvanshradham. Dat is ook een vorm van shradham van vereren. Dan wordt er pinda geofferd. U ziet een soort kroketachtig balletjes gaat men maken. En dat gaat men offeren. Dat offert men zes. Zes. En waarom zes? Ja. Die zes hebben ook een betekenis. De eerste is voor mijn vader en moeder. Okay. Okay. Die tweede voor mijn aja aji. De derde voor mijn par aji. Okay. Drie generaties. En wij denken niet alleen aan de familie van ons vaderzijde. Nee, we denken ook aan de familie van ons moederzijde. Drie zijn er al. De andere hoort van mijn nana, nani. Daarna mijn parnana, parnani is al vijf. En de zesde wordt mijn parparnana, parparnani. Dus zes pinden worden dan geofferd. Dat stelt de pinden dan voor. Okay. En door middel van de mantras worden zij geroepen. Worden zij daar geroepen. En dan worden de rest van de spullen daar geofferd. Melk, honing, kusha, til, noem maar op. Wat er dan aanwezig is. Maar je kunt ook hebben van Panditji, ik wil het niet zo uitgebreid doen. Dat heb je ook. Ik heb geen zoveel tijd. Sanatan dharm is heel dynamisch. Sanatan dharm is heel dynamisch. Je kunt niet zeggen dat dit zo is en dit zo moet gebeuren. Nee, Sanatan dharm is heel uitgebreid. We hebben verschillende manieren om iets te bereiken. De persoon zegt van Panditji, ik wil het anders doen. Hoe? Dan zegt hij, ik wil u eten offeren. Ik wil u bhojan laten doen. Goed, is dat ook een manier. Of hij zegt, nee, ik wil ik wil aan armen eten geven. Dat is ook een manier. Of hij zegt, nee, er zijn koeien in mijn buurt. Ik wil hun gras of iets dergelijks geven. Gauke sewakar na pitar kilie. Okay. Dan gaat de persoon dat ook doen. Dus er zijn verschillende manieren hoe men in Pitarpak de pittere kan gedenken. Er is niet maar één manier. Oké. Okay. Het is heel ruim. Dus als ik zo naar u heb geluisterd, is het zo dat je niet alleen aan de voorouders, maar je kan ook aan de natuur, dus zoals u zei, als je koeien hebt, huisdieren hebt en met name, dus dan zeg je, je wil de koeien ook wat geven. En zoals ik hoorde dat woord sewa. En dat is ook iets bij van OAM, dat we zeggen sewa karna hamara dharma. Ja. En dat komt weer terug. Ja. Dus je ziet het is hoe je het went of keert, het is echt gewoon universeel. Het is universeel. Oké, okay. Maar dan wil ik u vragen. Is het zo dat u zegt het is dynamisch? Hoe zit het met het feit dat dit als het moet worden herdacht, of dat het elke jaar moet worden herdacht, is het zo dat je dat, is het een verplichting dat je het moet doen? Moet je dat, moet elke Hindoe dat kunnen doen om het te kunnen herdenken, de Pitripat? In lieve Mata Pita ki Seva Karna. Net hebt u over Seva gesproken. Ja. In het leven, wanneer je ouders nog in leven zijn, is het een plicht van ons ki hem unki Seva Karna. We doen hun geen genoegen. Vaak denken jongeren dat wij een genoegen doen ki Mata Pita ki Seva Karna. We doen zo'n groene, maar dat is het niet. Het is ons plicht dat we dat moeten doen. In leven, wanneer ze leven zijn, en na hun doel, is het ook nog ons plicht. Is het ook nog ons plicht dat zij nu, dat zij Pieter worden, waar dan ook zijn, dat we toch hun sewa doen in een jaar maar één keer. In feite staat er in onze geschriften geschreven dat wij dagelijks terpen moeten doen. Terpen wil zeggen het offer van water. Maar dat is in de tijd waar we nu leven, de samenleving, de omstandigheden, is het, ik zou niet zeggen onmogelijk, maar we zijn misschien een beetje lui geworden, of we zijn een beetje afgestapt. Ja. Ja. Dat tenminste, wanneer de periode aanbreekt van Pitripaksh, dat we gretig gebruik van maken om tenminste sewa te doen van onze Pieters, want we hebben ook een schuld, dat noemt men de Pitririn. En de Pitririn, we kunnen pas af van onze Pitririn als wij onze Pieters gedenken. Als we tenminste onze Kisewa kunnen. We maken gebruik van hun. Want in de Dharma Shastra staat er, als u wilt
dat er kinderen geboren worden in uw familie, is het zeer belangrijk dat u de zegeningen van uw pieters hebt. Elke puja die u thuis doet, door middel van een pandit, daar komt de pieter zeker voor. Want aan het eind van een puja zegt de pandit, brengt u in een schaal een beetje melk, zet u wat sesamzaad en zegt u oké, doet terpen u. Dan gaat panditji zeggen terpentiam, tripentiam en u gaat hij zeggen swadha. Onbewust zijn we daar al bezig met pitri. Maar we hebben het niet door wat er daar in feite gebeurt. Maar de panditji laat wel terpen daar doen. In een vivasanskar, een heel simpel voorbeeld. In een vivasanskar, wanneer de moeder van de dulha of dulhin of van ja, bezig is, dan zijn er twee boertjes, zo twee kleine kruikjes gezet. Twee kleine kruikjes. En nu gaat panditji zeggen van, staat u op, kijk daar is de siloorha gezet, er is wat oerdi gezet, gaat u dat fijn maken. Gaat u dat fijn maken en wanneer dat fijn gemaakt is, brengt u dat weer terug en dan gaan we het in de boerkjes zetten. Dat wordt boerkjes in de kruik zetten. Waarom? Eén van die boerkjes stelt de devotas voor en één van die boerkjes stelt de pitters voor. Okay. Daar wordt er ook pitri puja gedaan. In de monden, overal komt het voor. Het is toen Bhagwan de Srishti heeft gemaakt, heeft Bhagwan het gelijk verdeeld, de devotas en de pitters. Niet als mijn moeder of mijn vader overleden is, dat hij direct pieter wordt. Nee, er zijn speciale pieters die sthapit zijn, die daar zijn. Want Bhagavan Krishna, die zegt aan Arjun in Srimad Bhagavad Gita, ki Aryama pieter, mij hi hoon. Ik ben Aryama pieter, ik ben daar aanwezig. Alles wat je offert, alles wat je gaat geven, komt eerst bij mij. Ik krijg het eens, ik zal er gebruik. Ik weet naar wie. Je hebt het voor hem geofferd, maar het komt bij mij. En ik weet wanneer de persoon het gaat krijgen. Gaat hij het nu krijgen? Gaat hij het na 3 dagen krijgen? Gaat hij na 3 jaren krijgen? Gaat hij na 30 jaar krijgen? Ik ben degene die de vruchten geeft. U bent degene die handelingen moet verrichten. En wij moeten onze handelingen verrichten. Haldene wale Ishwar hier. Ja. Dus als ik zo naar pandit heb geluisterd, je moet presteren in je leven. Je kan niks gratis krijgen in je leven. Daar komt het op neer. Achja. Pandit, u had erover dat Sanatan Dharma heel erg dynamisch ook is. Mag er bij deze puja of bij deze, laat me zo zeggen, bij Pitripas, mogen vrouwen, strilok, mogen zij ook de puja verrichten bij, in verband met Pitripas? Zo, dat is een heel mooie vraag. Ik zal heel concreet hierop zijn. De vrouw mag het doen, maar wanneer? Kijk, voorbeeld, ze is getrouwd. Nee, ze moet getrouwd zijn. Laten we het zo zeggen. Okay. De man ook, hoor. Okay. Moet getrouwd zijn. Maar op het moment wanneer het man niet meer zelf kan. Er zijn geen kinderen, bijvoorbeeld, uit het huwelijk gekomen. De man is niet in staat te doen. Hij is ziek, hij is bedlegerig, noem maar op. En de man wil toch dat zijn pieters til Anjali krijgt of de schraad gedaan moet worden. Dan met de toestemming van de man mag de vrouw de handelingen wel verrichten. Want schraad is ook heel uitgebreid. Want wanneer het komt op een Antyeshti Sanskar is dat weer een ander schraad. Daar heeft de vrouw volledig toestemming. Als niemand er is, dan mag de vrouw het wel doen. Maar wanneer we praten over parvenschraden, ja, dan heb je de toestemming van de man wel nodig. Maar op het moment wanneer de man niet meer in leven is, kijk, er is niemand meer, dan is de vrouw ook in feite al bevrijd. Hoeft ze het niet meer te doen. Okay. Dat geldt ook voor de man. Laat me dit ook benadrukken. Op het moment wanneer de echtgenote van de man overleden is, ja, dan hoeft de man de schraad ook niet meer te doen, de parvan schraad. Oké. Okay. Het zijn zelf de regels die voor de man en voor de vrouw gelden. En als een van ze zou de hertrouwen, dan zou je het moeten hervatten. Komt het daarop neer? Hertrouwen... In de zin van, hij is weduwnaar en hij gaat nu een nieuw huwelijk aan. Toch? Hij gaat... Klopt, maar in zo'n huwelijk, dat verschilt de huwelijk. De Brahma Viva gaat niet meer plaatsvinden. Elk sanskar bij ons, bij de Sanatan Dharma, vindt maar 1 keer plaats. We hertrouwen. Het is al
is goed. Je hebt een partner nodig om her te trouwen. Maar die rituelen verschillen van de Brahma Viva. Okay. Het is niet dezelfde manier. Er komt geen Hardi meer bij kijken. Er komt geen Jora Jama meer bij kijken. Sindhur komt niet meer bij kijken. Het is een heel andere vorm van Viva. Het is letterlijk twee personen bij elkaar brengen. Ja. Oké, dank u Pandit. Maar ook, wij hebben het gehad toen over dat gedeelte van de vrouw. Is het een verplichting dat in dit geval de zoon dit soort rituelen moet verrichten? Ik heb in een artikel gelezen dat het meestal de zoon is die dan deze rituelen zou moeten uitvoeren. Wat als dus één, de zoon moet het doen. Wat als er geen zonen zijn? Wie zou het dan moeten doen? Ja. Als er geen zonen zijn, heb je het over de parvenschraden zelf aan de pittirpaksh? Ja. Als er geen zonen is, gaat de persoon het zelf moeten doen. Bijvoorbeeld, ik heb een zoon, mijn zoon wil het niet doen, dan ga ik het zelf moeten doen. Oké. Okay. En als mijn zoon het toch niet wil doen, of ik ben niet in staat... Mijn vrouw wil dat ook niet doen, op een of andere manier, ondanks ze mijn toestemming heeft, dan mag ik mijn pandit vragen om het voor mij te laten doen. Dan gaat de pandit het doen voor mij. Of ik kan iemand uit de familie ook benaderen die het voor mij kan doen. Oké, goed. We hebben dan over dit gedeelte van de Pitripaksh gehad. Zou je mij exact kunnen zeggen in welke geschriften, want onze geschriften zijn de Vedas, maar in welk geschrift staat dat gedeelte van de Pitripaksh opgenomen dat we deze rituelen zouden moeten doen? Over de rituelen gesproken gaat u in de Dharmashastras. Dharmashastras. Dharmashastras, de Smritis. We hebben een aantal smritis, de Parashar smriti, de Manu smriti, die praten over de Parashar smriti. Er zijn tal van smritis waar die over de Pitripaksh voorkomen. De Dharma Shastra, Shastra wil zeggen, jo shashan karta, degene die de regels voorschrijven. Degene waar je instructies kan krijgen. De Ved, dat praat ook over Pita. Dat praat ook, maar over handelingen gaat u niet in de Ved vinden. De wet kunt u zien als daarin komen de formules voor. Maar de uitwerking van de formules gaat u terugvinden in de Purans. In elk Puran die we hebben, we hebben 18 Purans. In elk Puran gaat u ergens over de Pitta terugvinden. In elk Puran is dat zeker aan de orde gekomen. In de 18 Purans. We hebben 18 Purans, we hebben 18 Up-Purans. Daarna hebben we weer 18 Open Purans. Is er een bedoeling waarom het 18 zijn? Als we numerologisch bekeken, dan kun je zeggen 8 plus 1 is 9. En 9 is een getal dat volledig is. Er is geen getal groter dan 9. Okay. Waarom? De getallen die na 9 volgen, die zijn getallen die gewoon bij elkaar zijn gebracht. Als je 10 neemt, na 9 volgen, is gewoon een 1 en een 0 bij elkaar gebracht. Ja. Bij 11, 1. En bij 9, als je naar de tafel van 9 kijkt, is het ook heel bijzonder. Alles eindigt. Als je vermenigvuldigt en deelt, zit hij zelf. 9 maal 1 is 9. Ja. En 2 maal 9 is 18. 1 plus 8 komt op 9. Gaat hij maar zo door. U gaat telkens op 9 komen. En daarom dat Navratri op 9 achter. De vrouw, de natuur, wanneer we de natuur vereren, Durga ji stelt de natuur voor de prakriti, die we de prakriti noemen, en dat is volledig. En daarom de 9 nachten. Daarom de 9 nachten van laten wij van de prakriti, van het volledig, jo purnah, purnamada, purnamidam, weet praat daarover, laten we daaruit de energie putten, en dat wij ook teruggaan naar het volledige. Wij zijn onvolledig, maar laten wij teruggaan naar het volledige. En dat kan door middel van devotie en onze bhakti. Ja. Welkom kijkers. Ik ben nu in de mandir van Pandit Prashant Jagbandhan. En we mogen een kijkje nemen.
Zo, pandit, dit is uw mandir. Ik zie dat u hier diverse, verschillende soorten instrumenten hebt waarmee u uw puja, uw yajna doet. Zou u mij kunnen vertellen wat dit alles zou moeten voorstellen? Ik zie een sank, een kinkhoorn, een bel. En u gaat me dan moeten assisteren wat alles daar is. Zoals je ziet, een sank en een grindi. Ja, dat weet je. Dus horen daar. Atja. Ziet. De sank, dat geeft de sank en de grindi, dat geeft de oerklanken met zich mee. Zonder een sank en een grindi is uw puja in feite niet volledig. Al is het een samanya katha jhandi. In feite, misschien komt het heel weinig voor, maar het komt wel nog voor in Suriname. Voordat een puja gaat beginnen, wordt eerst de shankha puja gedaan en de ghanta puja. Dat heeft een reden, dat heeft als reden ter bescherming. Dan wordt in de shankha water gezet, maar meestal ganga jal. En daarin wordt ganga ji aangebeden en dan wordt er met kushagras, wordt er dan met het water besprenkeld op de yajmaan en de omgeving, dat alles rein wordt, Oganga. Ik heb u hierin geroepen, ik heb u hierin aangebeden. Ik neem het water nu, ik besprenkel het op de yajmaan, op mij, op al de spullen. En nadien wordt de shank en de ghanta gespeeld. Want in de ghanta wordt Garur Maharaj. Garur is de vogel waarop Vishnu Bhagwan zit. Garud. Ja, Garud. U gaat zien, meestal gaat u een op beide ghanta, ziet u soms Hanuman, want Hanuman is een, Garud is ook een manifestatie van Hanuman, teken. Of u gaat Garud daarop zien. Afgebeeld, hier op de mene is toevallig Hanumanji, maar of het gaat Garud of Hanuman zien. En dan worden deze twee dingen bespeeld, zodat het, de omgeving zuiver en de positieve energie naar buiten komt en het negatieve gedachte direct van daar weg gaat. Want op het moment wanneer het geluid van de shank uw oren ingaat, dan begint u en u probeert aandachtig hier bezig te zijn, gaan uw gedachten op vanzelf uit rein beginnen te worden. U gaat vanzelf naar de puja geconcentreerd zijn. Daarom is het zeer belangrijk dat een shank, een ghanti zeker daarbij hoort. Ik zie dat er ook bij puja's wordt ook die gong gebruikt, toch? Dat ook. Maar de meest belangrijke zijn deze twee. Deze twee. Als je dat nog vergeet, is het geen probleem. Atja. Maar deze twee, je zijn aanwijzingen geven dat voordat een puja begint, dat je als eerst hiermee begint. Dat komt voor in de Rakshavidhan. Voordat je met de puja begint, is het altijd nodig om de omgeving van jou te zuiveren. De omgeving van jou rein te houden. En dat gebeurt middels die shank en die hindi. Atja. Pandit, ik zie hier dat u in uw, is een mini lota? Oh ja, nee, dat is voor de bureau. Atja, dat is voor de bureau. Ja. Daarna heb ik de Ganpatiji daar. En wat zal dit moeten worden? Dat is de shaligram. Shaligram. Uska matlab kya hai shaligram? Shaligram. Je hoort als shali. Van waar kent u het nog woord? Shali? Komt het ergens? Ik heb het ergens gehoord, maar vergeeft u mij. Het ligt ergens in mijn gedachten, maar... Shali is niks anders dan steen. En gram? Ja. Gehoord van gram? Gram. Denk ik gram. Nee, dat is niet. Dan een gram betekent gauw. Buurt. Oké. Okay. Vishnu Bhagwan kreeg ooit de sha van Winda. Van ki jou toen shaligram ben jou. Word de steen van de buurt. Okay. Shaligram. En sinds toen is Vishnu Bhagwan in de vorm van shaligram. En dit wordt dan ook in de rivier gevonden, een speciale rivier in India. Dit is toevallig, heb ik er wat ook zelf gemaakt. Maar je hebt ook eentje die uit de rivier, die je uit de rivier kan vinden. En dit heb ik toevallig ook van mijn Pandits collega, van Pandit Ramsudit Tiwariji, als cadeau gehad. Okay. Hij was naar India en heeft gezegd, ik heb dit voor jou als ja, cadeau. Dus ik, net wou ik je vragen, dus hij heeft dit uit India meegenomen. Ja. Atja, atja, maar waar van India heeft hij dit gevonden? De pleknaam ken ik niet. Oké. Okay. Maar ja. Er is een speciale rivier waar je dit krijgt. Want als je er naar kijkt, ja.
zijn er hierop, is in feite hierop de chakra, komt hierop de chakra van Vishnu Bhagwan voor. Ziet u die strepen, strepen, strepen? Ja. Dit is niet zelf gemaakt, dit is uit natuurlijk zo. Dit is een herkenningsteken van Shaligram. Wat we hier in Suriname vinden, deze. Zie ze niet, je ziet ze niet ergens te koop. Je ziet ze niet ergens te koop. Je ziet meestal die gemaakte worden verkocht. Dat is ook goed. Is dat mijn prabhu, hè? Nee, maar ik heb zo bhagyati dat ik dit heb gehad. Het is net de shuling. Yeah. Als je naar buiten, naar de shuling kijkt, je hebt de gemaakte die we hebben. Maar dit komt uit de Narmada rivier, de Narmadeshwari. Is van de natuur zelf. Is van de natuur zelf. Wauw. Ja, ja, ja. Acha. En dan zie ik, Pandit, u hebt daar ook een Rudraksha mala, zie ik dat u daar hebt. En ik had een murti hier. Per hè. Je ko, iska art, iska art. Ganesh Bhagwan, Ganpati Bhagwan, u sabse pratham pujaniya hai. Dat heb u altijd zeker. En een heel bijzonder, ik denk dat een ieder, elk leerling, elk persoon, wie dan ook zeker zijn puja moet beginnen met Ganpati ji. En een heel mooi naam van Ganpati Bhagwan is Vigneshwar. Vigno ko jo door karta hai. Usse Vigneshwar. Degene die alle obstakels laat wegdoen, verdrijven, noem maar op, die is Vigneshwar. En het, daarom is het altijd best dat je puja start met Vigneshwar Bhagwan, met Ganesh Bhagwan. Ja. Daarom Ganesh Bhagwan daar in het center. Hij is de zoon van Shiva. Shiva en Parvati. Daarna heb je Gauriji. Gauriji daar. Durgaji. Noem maar op. Hoe je het kan ook. Mata Rani heeft meer dan 1000 namen. Sastra naam ze adike. Mm-hmm. Prakriti is ook haar naam. Gauriji. Daarna heb je Hanumanji. Shivji heb ik daar dan. In Shivling vorm. En Surya Dev ook het op protection over. Ja. Haar Subha. Acha. En Pandit, ik zie dat u hier, u hebt dit. Is dat al om chandan daarmee te maken? Nee, het is al chandan. Oh, dat is sandal. Ja, acha. Chandan en singur. Ja. Die je offert tijdens je puja. Je kan ook heren die offeren. Dus wat je hebt. Oké. Okay. Wat je hebt. Bij ons is het niet dat we, als je dit niet hebt, is je puja niet compleet. Vaak hebben wij een beeld. Yeah. Van dit moet er zijn, dit moet er zijn, en dan pas is ons puja compleet. Okay. Maar ergens moet er die shraddha zijn van, ik vind dit is al genoeg voor mij, voor mijn puja. Yeah. Ik voel me hierin al happy, ik voel me hierin al blij, ik kan me hierin terugvinden. Dit is al genoeg voor mij. Yeah. U gaf net aan shraddha. Shraddha ke matlab kya hota hai? Shraddha zijn de emoties die loskomen. Emoties die op het moment loskomen. Voorbeeld, er is een vidhi van puja, dat is de mansi puja. Je zit, Bhagwan ke dhyan karo, en in gedachten hebt u van nu ga ik Ganesh Bhagwan puja doen. En tijdens het doen van mijn puja offer ik Ganesh Bhagwan nu laddu. In mijn gedachten heb ik dat ik nu een bloem offer. In mijn gedachten heb ik nu dat ik Ganga Jal offer. Maakt niet uit, dat is mansi puja. En daar is shraddha hier. Als er geen shraddha is, kunnen deze beelden ook niet vormen. En dat is een van de moeilijkste puja, als je het meevraagt, mansik puja. Het lijkt makkelijk, je hebt niks nodig, je hebt alleen shraddha nodig, maar komt er inderdaad shraddha. Je zit na te denken, maar plotseling is je gedachte, ik heb nog huiswerk te maken. Ik heb race op race koeken. Ik heb nog dit te doen, ik heb nog dat te doen. Ja. En dan kan ons mansik puja. Er is altijd onderbrekingen in onze mansik puja. Daarom dat er een murti nodig is. Daarom dat, zodat we onze mind, zodat we ons kunnen concentreren. Ons kunnen concentreren met hetgeen. Daarom dat murti heel belangrijk is. Bij ons, zodat we een beeld kunnen vormen. Okay. Want onze gedachte is niet stil. We zijn vandaag de dag heel ver van meditatie. Heel ver van yoga. Ondanks het van ons is, maken we er geen gebruik van. Geen hindoe. Hoeveel hindoes mediteren vandaag? Dat is een vraag. Hoeveel doen aan yog? Als ik ook aan yog zou doen, zou ik ook als Salman gaan uitzien. Voorbeeld. Dus, je ziet, onze opvoeding is een beetje westers geworden. Waardoor wij mensen ons beperkt hebben van, oh, puja pad, dit is Sanatan Dharma, dit zijn wij hindoes. Nee, terwijl dat
zijn wij helemaal, we zijn uitgebreid. We zijn uitgebreid. Vanaf medisch tot medisch, Ayurveda, die van ons is, maar vandaag zijn we heel ver. We zijn bang om een Tulsi thee te drinken. Een simpel. Tulsi thee. Een Tulsi thee, bijvoorbeeld. We zijn bang om een neemblad. Ja. Om een neemblad op te kouwen, terwijl er in de shaster staat aangegeven. Als je van een crematiepoort terug naar huis komt, voordat je in huis gaat, dat je op twee stukjes neembladen tenminste gaat kouwen. Dat heeft omtrent hygiënische reden te maken. Dus om hygiënische reden moet je dat doen? Ja, je komt uit een onreine situatie. Ja, situatie naar huis. Dus voordat je binnenin gaat, reinig je mond alvast. Was je handen. We zijn dat vergeten, we gaan dat geen neembladen. Onze voorouders, die voorouders, dat doen we. Tandenborstel, een tandenborstel, wat goed. Dat is gewoon een takje van neem, of van jamu, of wat dan ook. Ja. Maar dan gebruiken we dat. Oké, we hebben andere artikelen in maken. Maar, we kunnen tot de dag van vandaag hebben we onze dingen nog, die we kunnen gebruiken. We zijn ver van af. Kijkers, we zijn ten huize van pandit Prashant Jagbandhan. Eerwaarde, onze hindoe dharma die leert ons, wij moeten kunnen leren loslaten. Maar als ik nu denk aan Pitripas, dan zeggen we moeten onze voorouders kunnen gaan eren. Dus er is eigenlijk in mijn gedachtegang, speelt er een contrast. Dus net wil zeggen, vasthouden, je moet je voorouders gaan vereren. Maar aan de andere kant zegt de hindoe dharma, je moet leren loslaten. Hè? Men zegt van het is het geloof die we hebben. Moks prakke leest. Je wordt weer één met de paratma. En nu denk ik aan deze twee woorden. Loslaten en dan weer vasthouden. Vasthouden in de zin van je moet dan toch nog je voorouders gaan vereren. Wat kunt u me daarover vertellen, Pandit? Zo, voorouders vereren, dat is een hele mooie vraag, bedankt daarvoor. Voorouders vereren, maar in de vorm van Pieter. Pieter, ja, in dat verband. In de vorm van Pieter. Het volledige woord is Pieter Deel. Het woord Deel hebben we vaak achterwege gelaten. Pieter Deel. Pieter Deel hoeft niet te zijn van dat mijn moeder of mijn overledene vader of mijn overledene Aja is. Want na het overleden weet je niet waar ze zijn gegaan. Zijn ze in nerg gegaan? Zijn ze in zorg gegaan? Kijk. En zoals ik in het begin vertel, Bhagwan Krishnaji heeft gezegd, Aryama Pieter, mijn. Ik ben Aryama Pieter. Dus je offert het namens hun, voor hun, kijk. Maar het bereikt mij. Het komt bij mij. Want in Shraddha wordt Vishwadev puja gedaan. Bhagwan Vishnu ka ek naam Vishwadev. Vishwadev. En alles komt bij mij terecht. En bij het kwestie van loslaten. Loslaten in de zin van het materiële loslaten. Dat is aangegeven. Het materiële moeten wij loslaten. Het filosofische, dat moeten wij niet loslaten. Dat moeten we samen met ons hebben. Dus, wat wij hier doen, is het Pieter herdenken. Herdenkingsdienst. We zijn ze dankbaar. Het is een dankbaar dienst van alwaar u mag zijn, we zijn u heel dankbaar. Daarom dat wij dit alles doen voor u. En aan het eind zeggen, aan het eind van de shraddha zeggen we altijd, Shri Brahma Arpanamastu. Alles wat wij gedaan hebben, offeren aan Bhagavan. Bhagavan, u weet verder wat er nu gaat gebeuren. Wat wij moesten doen als onze plicht, hebben we gedaan. Nu is het aan u, wat u met de, waar de vruchten naartoe gaan. Is mijn Aja voorbeeld een koe geworden, bij wijze van zeggen, na het overleden. Dan weet Bhagavan precies, hij gaat het in vorm van gras krijgen. Is hij mier geworden, in vorm van suiker of iets. Is hij mens geworden, in vorm van voedsel. Is hij Pieter, inderdaad Pieter geworden, gaat hij het als een krijgen, wat hij daar gaat krijgen. Ja. Dus het hangt helemaal van Prabhuji af. Acha, dus dat loslaten slaat meer op het materiële. Acha. Oké, dan is het voor mij, ja, dan is het duidelijk genoeg. En dan zien we ook nog, ik zie dat vaak,
genoeg bij mensen die ons zijn voorgegaan. Dan zie je mensen die, waar ze hun puja doen, dan zien wij ook vaak dat ze, dat ze een foto van degene die is overleden naast die van een Devi Deuta zetten. En daar denk ik van, ja, ik heb toch even mijn vraagteken. Waarom wordt het naast die Devi Deuta? Heeft hij de plek van een Devi Deuta gehad? Begin ik dan ook te denken van, is hij nou ook een Devi Deuta geworden? Ik heb daarvoor verduidelijking nodig. Zo, in feite is het niet goed. In feite is het niet goed. Maar er komt een maar erbij kijken. Een maar in de zin van, mijn moeder, mijn vader. De wetgever praat over van Matri Deva Bhava. Mijn moeder is gelijk aan Paramatma. Pitra Deva Bhava. Mijn vader is gelijk aan Paramatma. Acharya Deva Bhava. Mijn acharya, mijn gurus, die heeft de gelijke status van de Almachtige. En na het heen gaan van hun, is het dan niet slecht om hun foto daar te zetten. Niet dat wij hun aanbidden, maar ter verering van jahan par bhi ho, Prabhu, aur aap hamare pitar ho, u bent ons heen gegaan, maar waar u ook mag zijn, dat u een goede plek krijgt en dat uw zegeningen altijd blijven op de familie. Dat is de bedoeling dat de foto daar gezet wordt. Ja. Dat is de hele. Want, kaha jata hai, er zijn ook katha's die voorkomen in de Puran. Als er bijvoorbeeld iets in je bhagya is geschreven dat je dit gaat krijgen, maar door de zegeningen van je ouders, to haar mata pita bole acha, to ke voorbeeld santaan na ho. Haar mata pita hirdei se ashir ki jao, beta to ho ke santaan ha ge. Samay aage. Hirdei se mata pita ashirvadi. तो कहा जाता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई समय में यह आशीर्वाद पूरा हो ही जाता है भगवान को भी लेख बदल देना पड़ता है माता क्यों किसने कहा माता पिता ने the elders daarom is the plaats van the elders here en dat begrijpen wij jongeren tegenwoordig niet tegenwoordig denken wij jongeren dat de elders soms zomaar iets zeggen ठीक we hebben een andere band tegenwoordig met de ouders, het aanraken van de voeten van de ouders, dat komt in een jaar maar één keer voor wanneer ze puja thuis hebben. Ja. Normaal zien we dat niet meer gebeuren, dat is wel triest. Een pijlige zeggen aan moeder, vader, dat komt ook niet meer voor wanneer ze dag hebben. Dat is goed, dat is ook een norm, dat is ook een waarde. Maar wat in ons cultuur voorkomt, dat moeten wij ook gebruiken. Dus zo, daarom is het belangrijk. Moeder, vader, ouders, aja, aji, zijn heel belangrijke personen in ons leven. En als je geen pailagi kan zeggen, kan je ook hajorke, kamsikam. Dat is juist. Dat is dat. Pandit, ik zie dat u met een boek staat. Want u zou ons nog vertellen over de mantras die dan bij de Pitripaksh wordt gereciteerd. Er zijn een heleboel mantras. Dit is een deel van de Atharvaved. Dit is hoofdstuk 18. Dit is hoofdstuk 18. Een aantal mantras zijn. Kijk u, bij een van de kortste mantras. De mantras zijn lang. Mm-hmm. Als u zelf kunt zien, ziet u de mantras hier. Het zijn allemaal de mantras. En een van de mantras is Svadhapitribhyo Antariksha Satbhayah. Ziet u? Kijk dat er voor de pitras altijd de term Svadha wordt gebruikt. Er zijn drie termen die altijd worden gebruikt. Voor de deeltas is het swaha. Kijk, alles wat we voor de deeltas offeren is swaha. Het woord, de term swaha wordt gebruikt. Voor de pitras is het altijd swadha. Swadha en swaha zijn in feite twee zussen van elkaar. Zijn twee zussen van elkaar die met Agni Deo laten getrouwd zijn. Kijk, dat is weer een andere katha. Maar zijn twee zussen van elkaar. Zijn twee shaktis van Agni Deo. Kun ze zo zien. Kijk, swadha. En voor de rishis, voor de sinners, wiens boeken we gebruiken, wiens kennis we vandaag gebruiken, voor hun wordt er washat gebruikt. De term washat. Als er iets geofferd wordt voor hun, wordt washat gebruikt. Dus deze er zijn drie termen die in totaal gebruikt worden. Washat kan matlab kya hota hai? We offeren het voor u. Hetzelfde als swaha, swadha, maar het geeft een onderscheid aan. Oh, swaha, is het, kan het niet voor Pieter zijn, is het voor... Deutas. Deuta. Dus wanneer Swadha zegt, oh, dit is dit voor de Pieters. En wanneer Vashat zegt, is dit voor de Rishis.
Daarom met onze handen ook, wanneer we iets offeren, deed het ook een verschil. Met onze hier de vingertoppen zo, als we iets offeren, is het voor de deeltas. Tik, zo, bij de pink gedeelte aan deze kant, is het voor de rishis. En tussen je wijs en je duim, dit noemt men dan de pitritirtha. Daarom dat er, als er iets voor de pitre gedaan wordt, hebben wij gewoon een term hier, dus bole ultahat. Zo, omdat de pitritirtha hier voorkomt. Dan lijkt het op ultahat, maar in feite, omdat daar de pitritirtha is, wordt het dan zo geofferd. Alles wat voor de pitre wordt geofferd, zo, voor de deota zo, en voor de rishis zo. Okay. Daarom als er gel geofferd wordt op shuling, is het niet zo, maar is het zo. Recht. Spelen naar die mesnaan, toen men nog gebruik maakt van de rivieren. Voor Surya Deo erg was het altijd zo met hun handen, van de vingerstoppen zo. Voor de rishis was het zo. En voor de pitras was het zo. Ja. Want ze onderscheiden. Dus daarom wordt dit de pitritier. De deeltier, de pitritier, de rishitier. Ja, ja. Heel interessant. Panditji, u haalde aan over de Tulsi thee. Dus dan neem ik er, ga ik ervan uit dat de Tulsi thee van een Tulsi plant wordt gemaakt. En we staan hier nu voor een Tulsi plant. Wat kunt u mij verder vertellen over de Tulsi plant? Waarvoor wordt het zowel ook gebruikt? Dat zo ben ik benieuwd. Tulsi is een plant die in uw puja zeker voorkomt. Zonder Tulsi moet je zien dat je puja niet volledig is. Al doet je een Hanuman puja, een Vishnu puja, wat dan ook. Zelf binnen de Shraddha is het aangeven dat Tulsi bladeren van iedereen belang zijn, dat ze heel belangrijk zijn. Op de shuling worden de bloemen van de Tulsi geofferd, de manjari. Dit noemt men de manjari. Men noemt de bloemen de manjari. Blad en manjari wordt dan voor de shuling geofferd. Dus gewoon zo. Ha, dit wordt zo geplukt. Ja. En kun je hem offeren. Kijk. Behalve het puja gedeelte, het defu, dat heeft ook kathas met hiermee verbonden. Behalve dat, heeft het ook te maken met oshadi. Met oshadi wil zeggen medicijnen. Er worden een heleboel medicijnen vanuit Tulsi gemaakt. Tulsi wordt ook wel basil genoemd. Basil. Ja. U gaat misschien in soms een bepaalde ayurvedische medicijnen, wanneer de ingrediënten gaat lezen, gaat u lezen basil. Men gaat misschien geen Tulsi schrijven, men gaat basil schrijven, dan hebt u al een idee. Nee, het is een Tulsi. Tulsi dat men gebruikt heeft om het medicijn in elkaar, om het medicijn ready te krijgen voor ons. Dus zo belangrijk is Tulsi. Er wordt gezegd in de geschriften dat in de wortel van de Tulsi alle tirtes voorkomen. Alle tirts komen daarvoor, alle heilige plaatsen komen voor in de wortel van Tulsi. Daarom is het altijd belangrijk als we Panditji, ham ghar se nikrila, hamar ghar mein na mata hai, na pita hai, na koi hai, ham kekar ashirwad sabere sabere hum le. Theek? Sahib, jao Tulsi ke wahan jahan par jad hai, wahan par sparsh kar lo. Unkar jo mati hai, sar mein laga lo. Theek hai? Har din shubh hai. Sen kleine kleine dinge ki heel veel uitmaakt, heel veel verschil kan uitmaken voor ons leven. Ja, want ik zie, kijk, dit is de Tulsi plant, dit is die groene, maar ik heb ook eentje gezien die een beetje donker paars kleur. De Krishna, dit wordt ook genoemd de Ram Tulsi. Oh. En de andere is de Krishna Tulsi. Ja, oké, maar je hebt maar twee soorten Tulsi, of zijn er? Er is nog eentje. Wat er is nog eentje, die bladeren daar zijn nog een beetje wit, maar die is ook groen. Oké, maar het is gewoon ook familie van Tulsi. Ja, het is ook familie van Tulsi. Maar dit is het meest die gebruikt wordt. De gangbare. Ja, ja. Oké. Ik zie ook dat u een neemplant hebt. Hè? Dat wat u zei van tegenwoordig. Over dat van die neemkepata. Als je van een rouwceremonie komt, dan is het omdat om die reinheid weer te krijgen, moet je op neemkepata. Vaak horen van onze Maronbroeders van, je moet bita drinken. Bita. Dit is ons bita. We maken er geen gebruik van. Ja, ja. Ja, zo zie je weer dat de Ayurveda weer terugkomt, ook in de westerse cultuur. He, dus het komt allemaal uiteindelijk goed van pas. Goed, we zijn momenteel in de tuin van Panditji. En ik vind het gewoon mooi om naar te kijken dat we ook gewoon aan de hand van zo'n Tulsi plant, dat we ook komen te weten waarvoor het zo al zou kunnen dienen.
Pandit, u had over de shiwling. Ja. U had over de shiwling en dit moet de shiwling dan voorstellen. Dit is de shiwling, dit is de Narmadeshwarling. Zo'n vorm, zo'n kleur. Natuurlijk krijg je het in grotere vormen, kleinere vormen. Kun je alleen krijgen in de Narmada rivier. Dit ontstaat vanzelf uit de Narmada rivier. De Narmada mata had zo'n verdaan gehad, dat er vanzelf daar shiwling gaat ontstaan. En de mensen die daar wonen langs de Narmada rivier, van hun is ook gezegd van, als je één weghaalt uit een rivier, dat er meerdere vanzelf gaan ontstaan. Dus het lijkt op een oneindige proces. Oké. Okay. De Narmadeshwari. Daarom heet het Narmadeshwari. Narmada. Dus Narmade is afgeleid van Narmada. Ja. En de vorm hiervan blijft altijd zo? Of kan het ook voorkomen dat het een beetje anders nee, is? Nee, dit blijft zo. Het blijft zo. Als het eenmaal uit het rivier is, ja, dan gaat het zo blijven. Kijkers, we zijn nu aan het eind gekomen van onze programma. Vandaag hebben we het gehad over Pitripugs. Met deze mooie uitleg wat we van Pandit Prashant Jagbandhan hebben gehad, zijn wij wat kennis betreft zijn we echt behoorlijk daarmee opgeschoten. En wij zijn Pandit zeer erkentelijk. Maar voordat ik mijn dankwoord ga richten, wil ik Panditji vragen als hij iets een boodschap heeft voor de jongeren. Als eerst wil ik de OHM-team bedanken. Dat u zo goed werk verricht, niet voor uzelf, maar u houdt Sewa in gedachten. En dat moet een voorbeeld voor ieder zijn, in bijzonder de jongeren, dat wij dit ook naar ons toe nemen en dat wij het Sewa-werk ook doen. In welk vorm dan ook. Het hoeft niet te zijn dat je naar de mandir gaat. Nee, dat moet je zien als een plicht dat ik naar de mandir ga, maar dat ik de oudjes help. Dat ik tenminste, als je geen tijd hebt, vaak komen wij jongeren van we hebben geen tijd. Maar dat je tenminste helpt in de huishouding, is al een vorm van sewa. Ja, kleine dingen die al heel belangrijk zijn. Het sewa doen is heel belangrijk. En dat wij tegenwoordig, als we om ons heen kijken, dat wij onze normen, waarden hoog houden. Onze cultuur hoog houden en dat wij ook gaan proberen om onze taal te leren. Onze taal, dat we proberen dat we tenminste ons naam in ons Hindi kunnen schrijven. Dat we tenminste onze Sarnami kunnen praten. Dat we tenminste Ram Ram kunnen zeggen. Dat we niet schamen daarvoor. Dat we tenminste weten, oh, wanneer is ons nieuwjaar? Dat wij dat kunnen zeggen. Wat houdt Bhagwa in? Wat houdt Pitripaksha in? Dat we de basisdingen van onze cultuur, van onze religie kennen. Daarom is het een verzoek naar de jongeren toe van doe wat, zit niet stil. Zit niet stil, besteed je tijd heel goed, heel nuttig. We hebben vandaag zoveel equipments. Een voorbeeld is YouTube, een voorbeeld is internet. Gaat u op zoek naar artikelen, OHM die heeft ook een website. Gaat u soms naar daar, gaat u een beetje surfen. Welk artikel is geschreven, wat kan ik eruit leren? Ja, gaat u praten met uw geestelijke, gaat u naar de mandirs, gaat u naar de rouwzittingen. Want tegenwoordig, als we naar de rouwzittingen gaan, oké, nu is het COVID-situatie, maar na de COVID-situatie, wanneer de situatie hersteld is, gaat u ook naar de rouwzittingen, gaat u kijken, gaat u iets leren, gaat u naar de satsangs. Het is heel belangrijk dat we deze dingen tot zich doen. Als wij het gaan doen, gelooft u me, gaat u dit meegeven aan de generatie die na u volgt. En als u het zelf niet gaat doen, dat de generatie na u, die gaat een andere weg op die u niet wenst. Daarom is het heel belangrijk dat u nu al in uzelf investeert. En de investering die u nu doet met normen, waarden, cultuur, noem maar op, dat zal zeker zijn vruchten dragen in de toekomst. Dhanyawad, ik wens u allemaal een fijne avond. En aan de OHM-team wens ik ook de beste en sterkte en vooral succes met het feit, met het goed werk die zij verrichten voor de samenleving. Ab sabhi ko shubha ratri astu.
Pandit, dank u wel. Pandit heeft eigenlijk in grote lijnen alles gezegd. Dus ik hoef niet dan in herhaling te treden. En hij heeft ook gezegd, sewa doen, dat is ons plicht, dat is ons dharma. En dat is ook onze motto van organisatie Hindu Media. Dat luidt als volgt, sewa karna hamara dharma hai. En dat moeten we altijd hoog in vaandel houden. Ik wil u danken voor uw aandacht en tijd dat u hebt genomen om naar deze programma te kijken. Blijft u het goede vooral doen en wij zien elkaar de volgende keer weer terug. Namaskar.